Ik ga vandaag het verhaal van Manon vertellen, want sinds dat hij hier bij ons is, dan is er nog wel wat gebeurd. En daar hebben we een paar testjes bij gedaan en het osteopaat dacht dat hij ataxie had. En daar schrokken wij heel erg van, want we dachten gelijk van, oh, we hebben een probleempaard. En we dachten allemaal dat het niet echt goed zou komen en we wisten niet wat we ermee aan moesten.